Zoals iedereen heeft kunnen lezen via de verschillende social media kanalen van DVS, is er na Roeland te Bergen al snel een interim trainer gevonden. Hij staat naast me en het is de persoon Willem Leushuis. Mag ik Willem zeggen? Dat mag jij. Geweldig. Willem, wie ben je en waar kom je vandaan? Wie ben ik? Ik ben een hele ambitieuze trainer en ik woon in Woudrichem. Oké. En wat kun je nog meer vertellen over jezelf? Ja, ik zou zeggen lees mijn cv, maar nee, ik ben terug uit Midden-Oosten. Ik ben bondscoach geweest van Olympisch team van Kuwait. En daarvoor heb ik 22, 23 clubs getraind, waaronder IJsselmeervogels, AFC, Hoek. Clubs in het Midden-Oosten, ja, ga zo maar door. Ja. En een buitenlands avontuur gehad, kun je daar meer over vertellen? Heb je even. Dat is een heel avontuur geweest. Van toernooien en wedstrijden in Iran en Irak en weet ik waar ik allemaal niet geweest ben. Maar dat is een fantastisch avontuur. En helaas gaat dat niet meer gebeuren, omdat ik mijn jongste zoon die gaat naar de basisschool. Dus dan... Dan kan ik niet meer naar het buitenland. Oké, duidelijk. Je staat bekend als een tactisch en duidelijke trainer. Ik las in het persbericht dat je je aardig hebt ingelezen in DVS 33. Mm-hmm. Op basis van de analyse van de TC geef je aan in grote lijnen te weten waar de behoefte ligt. Wat moet er volgens jou anders in dit team? Nou, ik moet eerst complimenten maken aan de vorige trainer, want ik vind best dat hij het goed gedaan heeft. En ze hebben natuurlijk een hele slechte periode achter de rug en zijn uiteindelijk de spelers verantwoordelijk voor en de staf en de trainer. Maar uiteindelijk toch de groep is daar verantwoordelijk voor, want die staan op veld. Dus die groep moet zeker naar zichzelf kijken. En ik denk dat zij niet er alles uitgehaald hebben wat erin zit. En dat ze veel kritischer naar elkaar moeten zijn. En een stukje passie en beleving wat ik gezien heb om de beelden, dat ontbreekt. En dat zit toch in jezelf. Het is intrinsieke motivatie. En dan kan een trainer kan er wel iets aan bijdragen. Maar ik denk dat deze trainer niks te verwijten valt en dat hij het heel goed gedaan heeft. Alleen de spelersgroep die zal wakker geschud moeten worden. En dat zit dan in organisatie, discipline binnen en buiten het veld onder andere. En daar zal aan gewerkt moeten worden. Die duidelijkheid, bedoel je daarop? Ja, dat is de duidelijkheid. Oké. Ben je benaderd door de club of heb je jezelf aangemeld nadat je het nieuws van Roeland bekendgemaakt werd? Nee, voorzitter van de TC heeft mij gebeld de dag ervoor. Ja, niet voordat het ontslag bekend werd gemaakt, maar de dag voordat ik tekende. Oké, duidelijk. Je hebt gisteravond voor de groep gestaan. Wat zijn je eerste ervaringen met de groep? Nou, ik denk dat er zit wel kwaliteit in die groep. De TC heeft wat dat betreft zijn werk wel goed gedaan, een goede selectie samengesteld. Alleen voor hun is het cultuurschok dat die wereldburger uit Brabant in één keer hier schreeuwend voor die groep staat. En dat is voor hun, dat zijn ze niet gewend. Dus, ik heb heel weinig tijd, dat moeten ze ook begrijpen. Alles moet in zeer korte tijd gebeuren. En het is een inhaalslag op tactisch gebied, op technisch gebied, misschien wel op conditioneel gebied. Dus ik zet het behoorlijk onder druk. Ik zet mezelf onder druk, ik zet de club onder druk en ik zet de groep onder druk. Je zegt al, je hebt weinig tijd. Zaterdag wacht Rijnsburg. Mm-hmm. Heb je een plan? Waar zie je de mogelijkheden zaterdag? Ja, dat moet ik eigenlijk nu niet zeggen, want Pieter Mullens is mijn beste vriend. Die is trainer bij Rijnsburg en dit was zaterdag even mijn aartsvijand. Maar er liggen wel mogelijkheden tegen het. En die weten we, maar dat laten we even aan de spelersgroep alleen weten en de rest houden we even voor ons. Heel goed, heel goed. Je moet niet alles prijsgeven natuurlijk. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ten slotte... wat wil je met DVS bereiken? Wat is je doel de komende 13 wedstrijden? Ja, in ieder geval een zorgeloos seizoen spelen. En in ieder geval behouden en niet degraderen. Dat is prioriteit 1. En als dat kan met een hoop lol en vreugde, prima. Als dat moet met ellende, dan maar met ellende. Maar de doelstelling is gewoon om niet te degraderen. En ja, ik ben altijd ondeugend. Er is natuurlijk ook nog een derde periode te verdelen. Dus ja, wie weet. Ik bedoel, alles mogelijk in de voetballerij. Dat is een mooie ambitie. Je moet goed luisteren wat ik zei over doelstellingen. Moet ik het herhalen? Of, Nee hoor, het hoeft niet. Ik heb het gehoord. Oh, prima. Nou, ik wens je veel namens DVS veel succes. Mm-hmm. En hopelijk spreken we elkaar maandag weer tijdens de trainersvisie. Ja, graag gedaan. En, het is een mooie uitdaging. Ik heb er zin in. Oké, super. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan. We'll be right back.
Woo!